Het is vandaag woensdag. Make-up. 1 januari. 1 januari, de zonder make-up dag. Ze is het niet helemaal mee eens. Nee. Doe je maar blur mijn gezicht. Die moet je niet zo aanstellen. Oké, okay, vooruit. Ik kan dit. Nou, dit ben ik dus echt. Nou ja. Sorry. Ik ga even uitleggen wat we gaan doen. Ja, wat gaan we doen? We gaan longeren. Oh, ik dacht een make-up tutorial. Oh, dat is zo goed. Dan kan ik beter kijken en nadoen. Nee, we gaan longeren. We gaan longeren. Ik vind longeren sowieso een nuttige aangelegenheid. En ik denk dat het tijd is geworden dat Tess dat ook gaat doen met Blondie. En we gaan nu eerst longeren. Ik vind het eigenlijk altijd het fijnste om te longeren met een dubbele lijn. Dus niet om een paard aan een bijzet te longeren, tenzij ik daar een reden voor heb. Maar om met een dubbele lijn te longeren. Maar voordat je met een dubbele lijn gaat longeren, ja, moet je eigenlijk, moet je eerst kunnen longeren, gewoon kunnen longeren en begrijpen wat je aan het doen bent en hoe je het aan het doen bent. Dus ik ga Tess eerst even laten longeren. Gewoon aan een enkele lijn. Ga ik heel even kijken hoe ze dat doet. Dan ga ik daar of misschien wel niks over zeggen. Of wel wat over zeggen. En dan daarna doen we nog een dingetje op. En zetten we hem toch een klein beetje bij. Totdat Tess dit onder controle heeft. En daarna gaan we beginnen met de dubbele lijnen. Ja, je kan dit natuurlijk echt op 1000 verschillende manieren kan je dit doen. Je kan hem over het hoofd doen, je kan hem naar de zijkant doen, je kan hem ook aan één bit klikken. Nou, dat vind ik zeker bij een jong paard niet de bedoeling, want dan kan het zijn dat je het bit natuurlijk door de mond heen trekt. Alleen helemaal erdoor, dan trek je eigenlijk alleen aan het buitenste ringetje. Dus ik doe hem er nu door. Dan let ik goed op dat de musketonhaak, dat dit dingetje niet in zijn wang gaat zitten, dat deze plat ligt. Draai ik hem hier, ik begin natuurlijk eigenlijk hier, dan draai ik hem hier een keertje om, zodat ik eigenlijk op twee bitteringen, als ik druk wil geven, druk op heb. Maar longeren is natuurlijk eigenlijk ook gewoon grondwerk, dus je doet het meeste met je lijf en met je lichaamstaal. Ik ga dit aan jou geven. Ik ga gewoon even kijken, dan zeg ik even niks. En dan ga ik kijken hoe dat gaat. Oké, dit, kijk, ho. Ja, verkeerde kant. Kijk, want hij zit hier. Dus als we de andere kant op gaan, dan moeten we hem even losmaken. En dan doen we hem naar de andere kant. Ja? Ja. Chic. Een longeerzweep is nuttig als een verlengstuk van je arm of een verlengstuk van je lijf. Maar dan moet het wel door de ruiter, of ja, in ieder geval door degene nu op de grond, goed gebruikt worden. Dus ik ga eerst gewoon even kijken wat er gebeurt. Want anders staat dus Tess dus en met een lijn en met een pony. En ook nog met een longeerzweep waarvan ze niet precies weet wat ze aan het doen is. Dus tenzij het paard echt niet naar voren gaat, vind ik het niet nodig om een longeerzweep gelijk al te gaan gebruiken. Tess, ik heb even genoeg gezien. Ik doe het niet heel goed. Hè. Nee. Ik kan je niet opbouwende kritiek daarin geven. Nee. Jee. Vind je heel lief en heel schattig, maar dit is nog niet schattig. Echt. Schattig. Ja, ik vind je best wel schattig. Kom. Nee. Ja. Dan ga ik het er nu weer afleren. Ooit zo. Brrr. Kijk, eigenlijk moet hij van mij eerst stappen. Maar goed, ik wil nu eigenlijk vooral even dat hij om mij heen gaat. Kijk, en ik vind wat ze nu doet eigenlijk gewoon vrij dominant. Goed zo. Braaf. Goed zo. Braaf.
Hotcha. Braaf. Hotcha. Dat ze constant aangelopen is, vind ik eigenlijk niet zo erg. Wat ik nu vooral wil, is dat ze voorwaarts blijft. En als ze bokt, dat ze dan ook naar voren gaat. Kijk, en zo probeer ik dus mijn rondje steeds een beetje groter te maken. Dan gebruik ik mijn binnenarm en een gedeelte van mijn bovenlijf als een binnenbeen. Braaf, goed zo. Dan drijf ik er steeds een beetje meer bij me vandaan. Maar dat binnenbeen is tijdens het rijden nogal een dingetje. En dat merk je nu aan de longeerlijnen ook. Braaf. Hoi zo. Hoi zo. Dus met mijn linkerhand begeleid ik eigenlijk de voorhand. Kap naar voren. Naar voren. Naar voren. Braaf. Goed zo. Dan ga ik dus proberen om iets minder te lopen. Goed zo. Dan zie je dus dat zij gelijk langzamer gaat. Ze moet iets meer druk geven aan de achterkant. Braaf. Goed zo. Goed zo. Heel braaf. Ik moet hem een klein beetje verplaatsen. Zodat hij een beetje oplet. Kap. Dan kan ik ietsjes meer harder lopen. Mijn binnen... been. Kop. Hoi zo. Kijk, ik vind longeren ook altijd echt wel een soort hard werken. Ik ben constant bezig om de lichaamstaal van het paard te observeren. Ik ben zelf toch ook best wel actief bezig. Goed zo. Braaf. Zo, ze mag niet te dichtbij komen. Braaf. Kop. Kop. Naar voren. Naar voren. Kijk. Goed zo. Nou, we gaan toch nog even een stukje proberen te verplaatsen. Blijf goed in het midden. Zorg dat ik niet in de remmende... Kop. In de remmende deel kom. Goed zo. Oh, oké. Okay. Ik ga even naar de andere kant. Ga ik haar laten stappen. Oh, zo. Dit is iets wat wij alle jonge paarden eigenlijk gelijk al leren. Dat er dus ook gestapt moet worden aan de longeerlijn. Goed zo. Ik wil eigenlijk dat ze in het begin altijd stappen. Tot ik zeg dat ze mogen draven. En dan hoeven ze voor mij geen uren te stappen. En dat ook als ik ze nu weer laat stappen. Goed zo. Braaf. Maar dat is natuurlijk maar net hoe je longeren ziet. Je kan zeggen ik doe het gewoon als beweging. Even snel makkelijk. Ik draai de lijn over mijn hoofd. Word ik niet moe van. Maar wij gebruiken het eigenlijk gewoon als onderdeel in onze training. Goed zo, braaf. Dan laat ik hem achter naar me toe komen. Nee, nu nog niet. Goed zo. Braaf, geeft niks. En al duurt dit een uur, al duurt het 4 longeertrainingen, maakt me niks uit. Goed zo. Braaf. Zo, en nou mag ze rustig naar me toe komen. Braaf, goed zo. Kom maar, stapje naar voren, naar mij toe. Keurig. Even naar de andere kant. Braaf, kom maar. Goed zo. Dit is goed. Braaf. Keurig, zo. Nou, je zag maar al even dat ik de lijn weer oprol. Want het is wel het belangrijkste eigenlijk dat je gewoon je lijn... Ja, dat dat allemaal netjes is. Dat het niet in de knoop raakt. Geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Dit mag ook niet te... Dit wil niet te strak, maar niet te los. Braaf. Goed zo. Braaf. Goed zo. Kijk, dit is, ja, dit is goed. Dit is wat ik wil. Goed zo. De binnenoor naar mij draait. Dat hij op mij let. Rustig ontstapt. Zijn een beetje knallen. Dus mag hij best een beetje rondkijken. Dat is allemaal prima. Hier zijn, ben ik. Goed zo. Oké, nou dan mag ze mij aandraven. Kom maar, draf. Een beetje druk op het achterste. Ja, goed zo.
beetje druk naar de motor. Vind ik niet heel erg. We zijn nog... Goed zo, braaf. Oh, overspringen. Nee, goed zo. Is rechtsom met rijden ook de makkelijke kant? Ja, merk je gelijk ook aan de longeerlijn. Goed zo. En het gaat er eigenlijk om wie er het minste loopt. Kom. Is hoger in rang. Dus dat wil ik natuurlijk zijn. Maar je zag zeker op de andere kant dat zij ging proberen of zij mij wat meer kon laten lopen. Goed zo. Braaf. Ik praat altijd lekker veel tijdens dat longeren. Kom maar. Goed zo. Zo, keuren. Goed zo. Kijk, en dit is nog helemaal niet wat ik ervan zou willen. Hè? Want ik zou willen dat hij weg een beetje meer buigt. Niet constant naar buiten kijken. Kom. Zo. Maar we moeten ergens beginnen. Op mij letten. Zo, ja, goed zo. Ja, ga maar een stukje galopperen. Kom maar. Probeer maar even een stukje door. Zo, hiermee door mijn hand wat omhoog te doen, zo. Richting de motor wek ik dus wat meer. Oh, nee, dat willen we niet. Oh, ja. Galop, stap wat in. Geef een beetje druk naar de motor. Goed zo. Goed zo. Keurig. Ik hou daar een beetje druk. Omdat ze is niet flegmatiek, maar het is ook niet... Goed zo. Ze heeft dat wel een beetje nodig. Goed zo. Beetje aanmoediging. Keurig. Van mij mocht hij nog niet terug. Kom. Stap in. Goed zo. Braaf. Ho. Brrr. Oké, galop. Goed zo. Keurig. Nee, dat mag niet. Braaf. Goed zo. Kijk, en dat heb je dus niet als je gewoon in een afgebakende... Oh, brrr, goed zo. En toch weer galop. Eigenlijk is het al hartstikke knap, hè. Dat is in zo'n bak. Goed zo. Braaf. Toch bij me blijft. Nou, als ik nou wil dat ze dus terugkomt, ga ik ietsje, stap ik iets weg bij de motor. Doe mijn schouders iets naar beneden. Nou, goed zo. Begrijp, zeg gelijk. Oké. Okay. Goed zo. Heel braaf. Kijk, en dit is wat we... Ja, goed zo. Kom maar. Wat je nou eigenlijk wil... Dat hij, omdat je hem nu ook... Van achter naar voor. Goed zo. Mooi die voorwaartse drang erin houdt. Begrijpt. Goed zo. Dat ik de leider ben, dat hij durft te ontspannen. Goed zo. Het liefst nog een beetje gaat kouwen. Als dat niet de eerste keer gebeurt, vind ik het ook niet erg. Oor een beetje laat hangen. Ik vind dat mooi de bovenlijn ontspant. Dat ik die spieren mooi zie bewegen. Kijk, ga je nu mooi zien. Zie echt dat die golfjes zo gaan. Goed zo. Zij heeft wel een beetje aanmoediging nodig. Dus ik moet wel alert blijven. Af en toe ook echt even aanmoedigen. Goed zo. Nou, we hebben nu gelongeerd en dit is wat Tess nu gaat oefenen thuis. Ja. Wat ik eigenlijk wilde was om te longeren met een dubbele lijn of een touwtje. Maar ik wil echt dat jij heel goed kan longeren zonder, voordat we een volgende stap nemen in het longeren. Want ja, dat is net zo belangrijk als dat je je paard africht tijdens het rijden, als dat je hem africht met het longeren. Dus ja, dit ga je lekker oefenen en dan gaan we de volgende keer gaan we het weer doen. Ja.